Maar ik ben blij dat ik alles voor jullie heb kunnen vastleggen. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is nu 10:50. En vandaag is dus de allerlaatste dag dat wij hier zitten in het huisje. We gaan vanavond om 5:00 gaan we terug naar Nederland. En dan zijn we rond 8:00 morgen daar zo. Dus ja, vandaag gaan we een beetje inpakken. We zijn bezig met inpakken. Ik heb alles al ingepakt. En we gaan zo meteen nog of naar het strand of naar het zwembad. Ik denk naar het zwembad. En dan gaan we daar even nog lekker zonnen. En dan gaan we weer terug. En dan gaan we gewoon alles nog wel goed doen in de auto. En dan morgen gaan we lekker zijn we in Nederland. Rond 1:00 of 8:00. Dus daar heb ik wel zin in. Aan de ene kant heb ik er zin in dat ik wegga. Maar aan de andere kant denk ik van, ik wil hier blijven. Maar ik vind het wel weer leuk om een hondje hier te zien en zo. En om daar gewoon even lekker mee te knuffelen. Het is in ieder geval echt super lekker weer buiten. Echt niet te doen. Het is nu 32 graden. Dus ik ga daar nog even lekker van genieten. Deze kleur bijhouden. En dan spreek ik jullie zo. De allerlaatste keer lopen we richting het zwembad. Ik ga het hier echt missen. Deze view, jongens. Ik ga het hier echt missen. Het was zo ontzettend leuk hier. En we gaan nog één keer zwemmen. In de pool. En dan zit deze vakantie er alweer op. Joh, het is echt snel gegaan. Maar ik ben blij dat ik alles voor jullie heb kunnen vastleggen. En jullie toch nog een beetje mee kunnen nemen in deze hele fantastische reis naar South France. Ik ben echt blij dat ik dit ook voor vast kan leggen voor jullie. Echt. Oh, ik ben er echt blij mee. En ik hoop dat jullie natuurlijk deze vakantie vanochtend leuk vonden. Ik ga natuurlijk ook nog natuurlijk de terugreis voor jullie vastleggen. En ik ga zondag nog vloggen. Dus er komen Junior's vlogs aan. Super leuk. Dus jij nog lang niet van mij af. En let's go, we gaan naar de pool. Oké, inmiddels zijn we weer terug. Ik heb gedoucht en mezelf even klaargemaakt. Ik heb gewoon mijn chill outfit aan, heel comfy. En we zijn even aan het opruimen, alles opmaken qua eten. We hadden niet zo heel veel meer, maar alles moet gewoon letterlijk op. We hebben wel een tas bewaard waar snacks in zitten en zo. Maar meer niet. Dus dat. Ik ga zo meteen mijn beautyjasje opruimen. Hier zo staan die. Daar heb ik heel vaak de vraag over gekregen. Waarvan deze is. En deze is van het merk Skinny Dip. En die heb ik toen gekocht toen ik in Londen was. Dus ja, dus dat. Ik ga even lekker wat eten en drinken. En dan spreek ik jullie zo weer. Mama! Moet dat? Ja, moet er even. Oké. Oh, dat moet nog in je plakboek. Oké, ik ga foto maken voor mijn mama. Want, en trouwens, de grap om haar te laten strijken is een beetje mislukt. Want, ja, mijn moeder die keek gelijk. Oké, jullie hebben de grap kunnen zien. Oh my god, it's very Pinterest. This wall is very Pinterest. Very Pinterest. Pinterest. Oh my god. Do you want a baguette? Baguettes? Okay, not funny. Do you want some what? Axie! Axie! Okay, ga serieus doen.
foto maken. Zoals jullie kunnen zien is het 16:43. Over 17 minuten staat die vrouw voor de deur die het hele huisje beheert. En dan gaan we naar huis. En alles is dus helemaal schoon gemaakt. En het was een topvakantie. En op naar huis. Het huisje waar we verbleven, dat heb ik hem niet laten zien aan jullie. Maar, oh sorry, dit is zeg maar het huisje. En we zitten weer in de auto onderweg naar Nederland. Ik ga het hier echt missen. Kijk jongens. Dit was geweldig. We hebben alles weer in bezocht. En we zijn nu lekker gaan moordvrouw kijken. Ik hoop dat hij doet. Ik hoop dat hij het doet. En dan gaan we lekker genieten van deze hele lange rit van 13 of 14 uur. Lekker eten. Laatste Alp. Berg van meer dan 2000, bijna 2000 meter hoog. Oké, we zitten dus in de auto. En we hebben dus een DVD-spelletje. En wat kijken we natuurlijk? Onze oude getrouwde morgenvrouw. Oh my god! Let's go surfing now. Yes, we zijn weer in Nederland. Boep boep. Oké, zoals je kan zien ben ik thuis. Yay! Wel rond 9:10 thuis. Het is nu 3:10. Ik heb serieus, toen ik thuis kwam, rond 10:50 ben ik naar bed gegaan. Heb ik geslapen. Ik ben nu pas wakker. En ik moet zo meteen naar de sigarettenboer om mijn schoolboeken op te halen. Die zijn er afgeleverd en ik heb ze wel nodig. Voor maandag. Want maandag begint school weer. Dus die ga ik zo even ophalen. Even weer op mijn gezicht functioneren. En dan ga ik die kant op. En daar ga ik jullie natuurlijk ook mee naartoe nemen. En ja. Dus let's go. Ik ben echt moe hoor. Kijk naar mijn gezicht. Jas, Jas. Life of Kylie kijken. Inmiddels is het alweer een paar uur verder. En ik heb mijn boeken opgehaald. Heb ik niet gevlogd. Ik heb gegeten. En ik ga nu beginnen met de vlogs voor jullie te uploaden. Op YouTube. Want op vakantie wilde ik het ook al doen. En toen heeft letterlijk één vlog, heeft er 4 dagen over gedaan om hem überhaupt te uploaden. Dus dat ga ik nu doen. En als ik daarmee klaar ben, dan ga ik lekker in een bad zitten. Ik heb daar zoveel zin in om even lekker te ontspannen. En ik hoop trouwens dat het mijn internet een beetje meer hoort hier. Zo. En vannacht om 3:00 s'nachts is er een soort van wedstrijd tussen 2 boxers en dat gaan mijn ouders en zo kijken. Maar ik twijfel best wel erg om ook mee te kijken, want aan de ene kant lijkt het me super gezellig, maar aan de andere kant denk ik ook weer van ja, weet je, ik moet er morgen ook weer vroeg op. Ik moet morgen op om 8:00 of zo. Want because tomorrow I'm going to Amsterdam and I'm going to the Outmarkt. Grapje, waarom ga ik niet eens uitspatten? Slaat nergens op. Oké, dus dat. Ik ga nu even lekker alle vlogs uploaden. Even nog wat monteren.
Maar ik denk toch niet dat ik meer iets boeiends ga doen voor jullie om te kijken. Dus bij deze sluit ik de aller laatste vakantievlog af. Ik hoop dat jullie ze... Ik hoop dat jullie ze leuk vonden om naar te kijken. Ik vond het in ieder geval leuk om te maken voor jullie. Vond je deze nou vlogs nou leuk? Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En dan zie ik jullie morgen weer in de vlog van de Uitmarkt. Dus tot morgen. Bye.